Een groep van ruim 350 contractors van IM Gold zit binnenkort zonder werk. Dit laten bezorgde werknemers van het goudbedrijf weten aan de STVS Nieuwsdienst. De meesten van hen zijn al ongeveer 2 jaar in dienst als contractor. De groep heeft via een WhatsApp-bericht de boodschap ontvangen dat het contract niet wordt verlengd. Gezien de economische crisis waarin wij leven, is dit een zorgelijke zaak, zegt parlementariër Edgar Sampi. Zodat je pas lid kan zijn van de bond als je in vaste dienst bent bij IM Gold. Dus de bond kan niet veel doen, maar ze betreuren het en ze vinden het erg dat het zo ver is gekomen, omdat het allemaal Surinamers zijn. En om 350 mensen abrupt te ontslaan, zonder hun ruimte te geven om te kijken naar een plan B en dat ze hier in Paramaribo of elders gaan, thuis gaan zitten met kinderen, weet je, vooral in deze economisch harde tijd waarin Suriname, waarin het land verkeert. Dus de bond betreurt het, maar de bond kan niet veel betekenen voor die groep. Sampi geeft verder aan dat hij door meerdere contractors van het bedrijf is benaderd om de zaak op te lossen. Volgens hen is het niet de eerste keer dat het goudbedrijf contractors bij 2 dienstjaren loslaat. Ook van werknemers die langer in dienst zijn, heeft Sampi hetzelfde begrepen. Het assembleelid is voornemens om het probleem met de wet ter beschikking stellen van arbeidskrachten door intermediairs in gedachten naar voren te brengen in het parlement. Er was een wet aangenomen bij DNA. Als ik het goed heb, gaat het om de wet uitzendkrachten. Waar het duidelijk staat dat het bedrijf eigenlijk verplicht is om je na die 2 jaren over te nemen in vaste dienst. Maar wat IM Gold doet, die mensen werken 2 jaar onder de uitzendbureaus en na die 2 jaren worden die mensen ontslagen en dan neemt IM Gold gelijk nieuwe mensen in dienst. Het is een soort misbruikmaking van de karakter van de mensen. Ja, zonder de mensen vooraf te melden of een aantal maanden van tevoren te melden dat die dienstbetrekking gestopt zal worden. In een telefonisch gesprek heeft minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen aangegeven niet op de hoogte te zijn van de maatregel die IM Gold hanteert. Er is getracht contact op te nemen met het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, echter zonder succes.